Yo mensen, Vizer hier en vandaag eventjes weer een lekker korte video, maar wel een hele handige. Er is pas geleden als er iemand gevraagd, ik ben heel eventjes zijn naam kwijt, misschien dat ik een screenshot in beeld kan krijgen, misschien dat ik het echter of vergeet of te lui ben om het op te zoeken. Waarschijnlijk een beetje een mengsel van beide, maar in ieder geval hoe je deze link kan maken, dus zo'n sub confirmation box. Iemand die drukt op die link en dan krijg je dus dit recht voor je bakkers geschoven. Leuk. Er zijn verschillende manieren hoe je dit moet maken en ik ga je de makkelijkste aanleren. Het is zo meteen best wel een lange link, dus ik raad je aan om naar bit.ly te gaan, dan de link in te vullen en dan je link korter te maken naar hoe jij het wilt. Daar ga ik jullie niet mee helpen, dat mag je zelf een beetje... Dat zat haar in mijn mond. Maar dat mogen jullie zelf een beetje uitvogelen, want het is best wel makkelijk om te doen. In ieder geval, hoe je dit moet maken is heel simpel. Ik heb hier een klein stukje tekst in een klapblok gezet en dit moet je letterlijk achter je YouTube link zetten. Nou weet ik dus bijvoorbeeld bij mijn eigen kanaal dat het Visa Official is. Die link heb ik zelf ingesteld. Dus ik zal het even laten zien. / Visa Official. Op deze manier ga je dus naar mijn kanaal. What the fuck? Oké, dat was best wel een faal, maar zodra ik dus invul youtube.com/visaofficial, dan eindig ik op mijn naam. Ik had er nog een channel tussen gezet. Dat is nou eigenlijk iets wat je niet moet doen. In ieder geval, je gaat dus in mijn geval naar... ik zal het even intikken. youtube.com/visaofficial. Dat is mijn kanaallink. Ga je daar doorheen, kom je dus uit wat je nou hier op de achtergrond ziet. Hoe je dat kan maken dat je zo'n subbox krijgt, wat ik net dus niet zie... is we gaan even hier doorheen, youtube.com/visaofficial. En dan moeten we dus wat tekst erachter gaan zetten. En dat is dus de tekst die hier staat. Ik zal deze tekst speciaal voor jullie even in de omschrijving zetten, zodat je die gewoon makkelijk eventjes kan kopiëren en plakken. Kijk, dat zetten we dan hier zo achter. En als het goed is, ga ik naar mijn eigen kanaal toe. 3, 2, 1... Hoppatee, ik ben op mijn eigen kanaal en mijn trailer begint te spelen, dat wil ik niet hebben. Goed zo. Dat is het dus in ieder geval een beetje. Zoals ik zei, je kan de link ook wat korter maken door naar de bit.ly en weet ik wat allemaal voor de link shortness te gaan. Dat mag je zelf even uitvogelen, dit is in ieder geval de manier hoe je het moet doen. Druk even op die like knop als je het nog niet gedaan hebt. Abonneer eventjes en ik check jullie in de volgende video.